Het ministerie van Volksgezondheid wil dit jaar bijkans 100.000 personen alvast vaccineren, zegt directeur Rakesh Kayadashuku van Volksgezondheid. Gisteren heeft de volksgezondheidsdirecteur tijdens de COVID-19-persconferentie benadrukt dat het vaccinatieplan al is ingediend, maar dat zij blijven bijstellen waar nodig. Kayadashuku hoopt dat de WHO volgende week het AstraZeneca-vaccin zal goedkeuren. Suriname zal dan in het eerste kwartaal van 2021 tussen de 9.000 en 15.000 doses vaccin ontvangen van COVAX. En dat zal dan gebruikt worden voor de healthcare workers. Dus de mensen die in de frontlinie werken en de mensen die in de ziekenhuizen werken, de inwoners van de bejaardentehuizen en de dialysepatiënten. De vaccinatielocaties die zullen zijn merendeel de ziekenhuizen en de bejaardentehuizen. In het tweede kwartaal verwachten we dan ook via COVAX 40.200 vaccins te ontvangen. En dat zal dan zijn voor de gewapende macht, onderwijzers en regering, de hoge regeringsfunctionarissen. In elk geval komt dat dan neer op ongeveer 20.000 personen die we gaan vaccineren in het tweede kwartaal van 2021. In het derde en vierde kwartaal van dit jaar wil het ministerie in totaal 90.000 personen vaccineren met de vaccins van AstraZeneca. Minister Amar Ramadien van Volksgezondheid zegt dat hij begrijpt dat er veel ruis en onwetendheid rondom het vaccin bij de samenleving leeft. En belooft dat de regering met helder voorlichting zal komen. Uiteraard, en dat is belangrijk om te melden, wachten wij weliswaar wel op de goedkeuring van de WHO voor het gebruik van dit vaccin. Wel is er vandaag een studie of een rapport vanuit de WHO gekomen, waarbij de SAGE, dat is een panel van wetenschappelijke experts binnen de WHO, een positief advies heeft gegeven voor het gebruik van AstraZeneca voor elke leeftijdsgroep. En dat is wel een hele belangrijke doorbraak voor dit vaccin, omdat dit betekent, zoals internationaal gezien wordt, de ruiser is dat AstraZeneca bijvoorbeeld voor 65-plussers niet geschikt zou zijn. Het document is ter beschikking, we hebben het document. Geïnteresseerden mogen dit document uiteraard ook ontvangen van ons. Minister Amar Ramadien van Volksgezondheid die aangeeft dat er rond 15 februari een antwoord kan worden verwacht vanuit de WHO als het AstraZeneca-vaccin wel of niet wordt goedgekeurd.